Het is ook deze nieuwe video. Dit is een soort andere video dan ik normaal doe op mijn kanaal. Maar dit is een unboxing video. Ik heb iets gekocht vandaag, letterlijk denk een half uur geleden. Het was het laatste ding, het was een showmodel. Dus ik heb hem gekocht. Hij is goedkoop. Van 300 is het van 300 euro. Hij was eerst 300, toen 237, afgerond 240. En nu voor 180 euro. Is een upgrade voor mijn kanaal. Het is een JVC Quad Proof Euphoria Air Camcorder. Vanwege dat het een showmodel is geweest, is hij al los en alles. Nou, dat is iets heel anders. Ik weet niet hoe dat werkt. Dit is het boekje Europees Quartum. En waarom ik deze camera gekocht? Gewoon puur om betere video's te maken. Dus de gebruiksaanwijzing in Duits, Engels, beknoopte, jezus wat een naam, beknoopte gebruiksaanwijzing, de JVC Euphoria Air GZRX 645AE. Oh, wat gebeurt er allemaal? Ik heb allemaal losse blaadjes. Oh no. Software licentie. Polski. Als iemand dit kan lezen, laat het in de comments achter. Ik weet waarschijnlijk al wat het is, maar gewoon leuk. Nou, this product is equipment with weatherproof, dustproof, shockproof en freezeproof. Ja, zeker. Ik heb nooit gevoel. Ja, dit is een of andere vage. Oh, dat is een. Wacht. Ligt even hier. Kijk mooi naar de kartondoos. Ik ga hem losmaken. Oh, jongens, ik ga hem. Hoe ga ik dit het beste aanpakken? Ja. Sorry voor het schokkend beeld. Sorry. Ik probeer hem tegen mijn stopdoos aan te zetten. Ja. Nou. Dit is een kabel. Ik ga ook hier los. Ik trek hem gewoon los. Oh. Dit is voor wat vredesnaam is het. USB. En dit. Nou. Ga naar het volgende ding. Natuurlijk de oplaadkabel lijkt me. Oplaadkabel. Godskanonnen. Ik wil het absoluut niet. Geluid trillen uit. Zet hij nou uit? Wie zegt dat je uitstaat? Sta je uit? Nee, geluid trillen. Hi man, dankjewel. Nou, oh, schokkend beeld. Ja, zo. Nou, dan kies je een kabeltje erbij, of dat kabel. Natuurlijk. Leuk zo'n touwtje altijd. Ik heb er altijd zeker aan. Oh, dat is een. Jezus, dat is nog best lang kabel ook nog. Een grote mama USB. Ik weet niet of jullie het zien, denk ik wel. Oh, schokkend beeld. Ik ga even zo neerzetten. Dat is ook beter voor mij. Mijn bed is glad. En vraag je af waarom ik bed doe? Mijn bureau ligt vol met rommel en dingen van de vakantie nog. Maar hij is weer gezakt. Oh jeetje, berichten en schepsen zijn vergeeld. Ah, jongens. Hé, jasses. Kan ik hem gewoon niet omklikken zo? Ja! Oh, het werkt ook nog. Oh, dat is jullie kabelbeeld. Ah, snap. En zo, is jullie kabelbeeld? Nee. Nou, dit is dan de dingen. Ik ga even zo. Dan tik ik hem op de achtergrond. Ja, nou staat hij scherp. Kijk, dit is de 1 en dit is de 2. What the fuck is dit? Een stekker en een ding. Huh?
Ik heb veel gekke dingen meegemaakt, maar... Wacht, hoeveel kabels heb je deze meegegeven? Dit is gewoon een stekker met een dingetje en een dingetje. Dit is voor radio of tv oorspronkelijk. Jezus. Een tulpenstekker! Oh mijn god, een tulpenstekker! Denk je, wat de fuck is een tulpenstekker? Ja jongens, dat is een letter. Een tulpenstekker is rood, geel en wit. Kijk, kun je mijn tv poren. Alleen vraag ik af of mijn tv dat nog ondersteunt. Want ik heb een smart tv. Ik ga hem ook even los. Oh jongens, kiekers. Dat is een vrij lange. Het is, ja. Ja, maar hallo. Wat is dit dan weer voor... wat is dat? What the fuck is dit? Huh? Nou, hij is gezakt. Daar ben ik niet blij mee. Blijf staan. Ja. Nou, weet iemand wat dit ding is? Ik weet het niet. Wacht. Beknoopte gebruikswijze. Waar ben je? Normaal is het niet de gebruiksaanwijzing, maar... Kernfilter. Een kernfilter groot voor AV-kabels en voor lichtnetkabels. Er zitten twee van die kringen in. Dit is voor grote dingen. Zoals je in het gat ziet. Moet eens even kijken voor wat voor dingen waren dat nou. Ik ben het alweer kwijt hoor. Nee, ik ben weer eens kwijt. Kernfilter voor AV-kabels en voor lichtnetkabels. Adapters. Kernfilter groot voor AV-kabels. Kernfilter klein voor lichtnetkabels. Een AV-kabel, oftewel tulpenstekker. USB-kabel type A, micro type B. Adapterkabel. En ik kom zo nog bij een lichtnetadapter en een stroomstroom die hebben we net gehad. En dit is dus voor de kleinere dingetjes. Hallo, scherpje, ja. Nee. Scherpje, oh, hij valt om. Hier ben ik echt totaal niet goed. Waarom doe ik dit eigenlijk ook? Dit is voor klein, zoals je ziet. En dit is voor groot. Ik wist niet dat die dingen bestonden. Nou, dan komen we bij dit pakketje aan. Nou. Kom eruit. Ja, natuurlijk. Ja. Oplader. Het dingetje waar die in moet en het dingetje waar die vast mee zit. Oh ja, en de lensendop. Nou, dan komen we bij het belangrijkste speeltje uit. Het belangrijkste zit hierin. Het is hem zelf. De JCV. Ja, dit dingetje zit er ook nog aan. Is goed, springt niet gelijk aan. Let op. Oh, hij staat al aan. Hij springt al aan. Oh, er zit een lampje op. Ik weet niet of je het ziet, maar kijk, er zit een lampje op. Oké, hoe ga ik die uitzetten? Oh jongens, menu. Ja, dat is een showmodel geweest, dus ze hebben hem weer liggen klooien. Licht. Automatisch. Oh, het is te donker voor hem. Hou op, ik wil, het is te donker voor hem. Jongens, hou op, het is te donker voor dit ding. Kijk, dit is hem. En ik kan hem ook nog zo draaien. Kijk. Hallo. Ik weet niet of je nog een beeld bent. Ja, hi. Dus het is een 2D'ig ding. Ja, ik zou hem even alles opengooien. Wat er mee te doen is op dat ding. Pak ik de telefoon erbij. Het is nou één grote rambende. Op mijn bed. Kijk. Oh, maar ik heb hier aan de achterkant heb ik ook nog allemaal dingen. Even kijken, hoe werkt die? Hoe werkt dit? Ik zet jullie even zo neer. Kijk maar even mooi naar het blaadje. Oh jongens, ik doe het helemaal verkeerd. Beneden zit het dingetje. Yo. Kijk.
En hier zitten alle... Ja, dat zien we niet. Maar ik... Oh nee, shit. Ik heb weer iets gedaan. Zien we niet, maar er zitten hele dingen in. Kijk, als jullie denken, hé, hey, hecht ons. Ja, maar let maar op. Als ik hem draai, maken we... Oh, jongens, kijk. Haha. Oeh, dit vind ik ook niet zo leuk. Kijk, dan kan ik mezelf zien, terwijl ik veel heb. Daarvoor heb ik hem al gekocht. En ook om... Omdat hij ook... Voor Urbex-video's goed geschikt is schijnt te zijn. Ik, hoe zit dat dan? Nou, ik zet je even uitleggen. Deze is... Er zit wifi op, dus ik kan hem met mijn telefoon... Klunk! Deze is Long Life 5 uur batterij. Zit 8 gigabyte intern opslag. Wifi, dus kan ik hem verzenden via mijn telefoon. Hij is 5 meter waterdicht. Hij is dustproof. 1 meter 5 shockproof. En min 10 freezeproof. Nou, even uitleggen hoe dat werkt. De kernfilter verbinden. Oh ja, dan moet je gewoon erin leggen. Dus 50p kan ik 30 minuten intern geheugen filmen. EP, dat is 3 uur. Ja, als ik 128 gigabyte erin pomp, kan ik gewoon 10 uur en 10 minuten filmen. Wat niet lukt, want hij is 5 uur dus. Hoe zie ik dat weer niet goed of wel? Lekker wat hier toch zo simpel van. Nou, ik neem jullie mee hoe vol is mijn batterij. 60%. Oké, ik ga jullie meenemen naar mijn tv. Oh, dan zie je dit. Heel mooi. Scherp stijl, stijl scherp. Ja. Nou, dan gaan we even concluderen. Ja, ik heb zo'n aansluiting. Ja, ik heb volgens mij wel zo'n aansluiting. Kijk. Ja, ik heb zo'n aansluiting. Hij heeft hem. Ja, dan gaan we naar... Hup. Gaan we dit ding. Ik moet even kijken hoe ik dat moet doen. Rood bij rood, geel bij geel en wit bij wit. Nou. Gaan we even kijken. Die erin. Hallo? Hallo. Oh ja, die past wel erin. Ja, hij zit erin. Joe, hij zegt hij zit erin. Waar moet dit ding in? Jongens, godskronen. Ik ben ook weer helemaal aan het vergeten met dat ding. Oh, niet draaien, foei. Liefst dan. Maar ik kan ook een HDMI in, maar dat ga ik me niet doen. Ik vergeet telkens dat ik dingen moet losklikken. Gebeurt wat, TV? Hallo, TV? TV. Niet als je in de afstand bent. Ah! Hoe heet dit? Oh mijn god. Dat betekent, ik kan ook mijn radio doen. Zou dat werken? Weet ik niet.
probeer op allerlei dingen te drukken. Oh, ik heb wat gedaan. Bluetooth. Ik wil geen Bluetooth. Nee, ik wil geen Bluetooth. Oh jongens, hier, ik heb iets. Nee, de originele ding is kut, u komt zo te zeggen. Oh, oh, het Kameroenschaap is een heel zeldzaam ras en dat oh, ja, is vreemd, met die Kameroenschaap. Geen nare ziektes met zich. Zo, waar heb ik nou weer uitgespookt? Ik spook echt een raarste ding uit. Opnemen? Ik neem niet op. Shit. Jongens, de verdedigde mes. Really beautiful. Oh shit, hoe ben je beautiful? Dit is niet beautiful. Dit is allemaal niet zo beautiful. Not so beautiful. Ja, ik heb het gedaan. Ik moest echt het heel messy in. Zoals je ziet, ik heb gewoon... Oh mijn god, ik heb nou helemaal wat uitgevroten. Back, hallo. Te vieren, eindelijk, na 27 jaar... De wereld draait door. Ja, hier draait het ook alles door. Toetsenbord, werk je nog? Want je hoort, ben ik druk op allerlei toetsen op het bord, maar het werkt niet allemaal meer. Oh, twee doet hij wel. Ja, maar... Nee, hij werkt niet. Ik zeg maar, dat gaat helemaal mis in. Ja, dit is dus de vlogcamera. Dit wordt nu mijn nieuwe vlogcamera. Ja, ik zou ook even laten zien alle randjes en zandjes erop zitten. Mijn telefoon is er niet zo blij mee te zien, maar daar ben ik niet uit. Menu. Gaan we naar menu. Kijk, wifi. Kijk, nou daar staat het wifi als het goed is. Kijk hier. Direct voor mijn app verbindingen, instelling wifi kan ik hiermee doen. Dus ik kan in principe mijn telefoon hiermee... Zit erop klappen, menu. Ik heb 5328 foto's, maakt het nog niet uit. Installation, kijk. Gids, data, tijd. Bediensluit, langui. Demo. Het is geen demo, dus die kan uit. Ja, dat zijn de instellingen. Opname instellingen, kijk. Backlight, ik weet niet wat het is. Advanceren, maar ik weet niet waar het is. Automatisch focus moet sowieso altijd aanstaan. Macro, zelf ontspannen licht, dat kan allemaal wel. Ophelder, opname effect. Ik kan zelfs effecten toevoegen. Kijk hier. Voeding baby. Korrelig monogram. Jeetje, minietje. Beeldgrootte. Nou. Ik dacht hoe groter de dingen, hoe groter de dingen is. Maar nee, dus. Ja, jongens, dit gaat helemaal mis hier. Oh, no. Nee. Kijk, ik moet echt met het plaatje bezien, want... Scherm blokkeren. Oh, no. Ja, nu staat het weer goed. Menu. Hier, weergeven op tv. Oh, moet ik eens... Oh, jongens, moet ik eens aanzetten. Oh, vandaar dat idee. Jongens, ja, sorry, ik en technologie, ja, dat gaat allemaal niet meer zo geweldig, hè. Nou, zet je dat hier neer. Lef allemaal rond, telefoon.
Oh, de accu is 90%. Nou, dat is heel mooi. Nee, dat zie je ook niet. Of mijn televisie is te nieuw dat hij dat gewoon niet meer aan kan. Ja, dan heeft hij, moet je met schepselen doen. Nou. Opname. Focus dat automatisch aan. Zo ziet je kan het ook schuiven. Oh, dan heb ik het scherm geblokkeerd. Oh, knutje. Kijk. Play. Geen dingen. Plaats je geheugenkaart, zo ziet. Waar ik wel heel blij bij ben, is omdat ik vaak in het donker moet gaan filmen. Nou ga ik even alles donker maken als het lukt. Gaan we die uitzetten, pop. Pop. Televisie moet ook, pop. Dankjewel, dan moet de afzuigkap ook nog uit. Ja, lampje uit. Oké, nou zie ik niks meer, hier zie ik ook niks meer. Heel fijn dit. Oh, jongens, 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 dat gaat helemaal niet. Oké, let op. Ja, nu heb je een focus. Hè? Licht. Wow, moet je zien wat een bakman licht. Gewoon alles is in één keer goed verlicht, hè. Kijk maar. Wacht, wacht, wacht. Oh, ik moet het meest goed doen. Jongens, echt even wachten, jongens. Die in de hand, die in de hand. Kijk, dit is toch gruwelijk dit. Dit is toch goud. Hier mijn bed. Met allemaal shizzlemus erop. Hier. Ik zoek hem even in. Boom. Wat een rode lampje van de tv. Hij 40 keer zoom. Dit is toch goud. In tegenstelling tot mijn telefoon, ik zou even deze weer uitzetten. Als dat lukt, laat ik jullie even kijken. Menu, opname, instellingen. Licht uit, pakken we die erbij. Ja, ik kan hem helaas nu niet aanzetten. Maar mijn badkamer helemaal weg. Ik heb hier... Zo, er is wel licht in de bunker. Die aan. Die aan. Dat was de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Dit is een beetje een andere video dan jullie gewend zijn van mij. Ik doe nooit unboxing video's en heb ik een unboxing video gedaan. Dus like, abonneer. En dan komen de andere volgende aankomende video's. Dan ga ik morgen al een proefvlogje gaan doen met deze camera. Met dit ding. Ik denk dat ik een proefvlogje ga doen met dat ding. Dat ik hem, als dat lukt en goed gaat, en dat is in één keer top video, dan plaats ik hem gelijk op YouTube en dan is het top. Ik moet een beetje leren wennen nog, dus ik ga even de wifi als leren kennen van het apparaat. Dus ja, dat was een beetje een unboxing video van vandaag. Ja, dat is de video. Dus like, abonneer en dan check jullie bij de nieuwe video. En dan zeg ik, laters, doei!